Mijn naam is Peter van Hal en ik ben bijna 51. Ik voel me nog steeds 18. En wat doe ik? Ik ben kunstenaar en fotograaf. Ik werk met een proces dat heet collodiumfotografie, ook wel wetplate. Iets wat uit 1850, 1852 stamt. De vroegste commerciële vorm van fotografie, wat ongeveer tot 1870, 1875 de meest gangbare vorm was. En door toeval ben ik hiermee bezig gegaan. Het is geen bewuste keuze, maar ik heb dit nodig om te maken wat ik in mijn hoofd heb. Ja, ik doe mee aan TEDx Arnhem omdat het voor mij eigenlijk een no-brainer was. Ik hoefde daar niet over na te denken. Ik ken TEDx. Ik laat me ook regelmatig inspireren door de filmpjes natuurlijk op internet. De jonge en oude mensen. Je ziet eigenlijk alles voorbij komen uit alle lagen. Allemaal mensen met een bepaald gevoel wat mij aanspreekt. Ja, het gaat eigenlijk over het verbeteren van een wereld die beter moet. Fotografie en muziek vandaag zijn icoontjes op een desktop. Je klikt het aan, je consumeert en je klikt er weer op en het is weg. Het is niet tastbaar, het is niet blijvend. Het zit ergens tussen de nulletjes en de eentjes verstopt. En ja, dat is natuurlijk heel anders dan mijn proces. Ik moet over alles nadenken. Ik moet een plaat coaten, ik moet alles van tevoren eerst maken. Mijn film, mijn formaten, mijn ontwikkelaar, mijn fixeer. Ik moet met alles rekening houden. De temperatuur, het licht. Er is geen computer die voor mij denkt. En er is ook geen muis die iets aan of uitklikt. Daarnaast is de communicatie met de mens voor mijn camera super belangrijk. Hoe beter ik communiceer, hoe meer kans ik heb om het ook in één keer goed te doen. En als je het goed doet, is het mooi om te zien dat je inspanningen, ook omdat de mensen het van A tot Z meemaken, er ook een waarde aan toekennen door er voorzichtig mee te zijn en door het in te lijsten en een plek in hun leven te geven. Dus ja, mij geeft het een bepaald soort troost, maar ook een goed gevoel om te weten dat een portret soms generaties in een familie blijft en van generatie op generatie eigenlijk meegaat. Dit in tegenstelling tot digitale fotografie of ook wel de normale analoge fotografie. Het is kostbaar, het is tastbaar, het is mooi, het is anders. Het is ook tegelijkertijd een interpretatie van de werkelijkheid. Het heeft een abstractie, wat je ook nergens anders ziet. Ja, en eigenlijk voor mij nog steeds een feest, iedere keer weer om een foto te maken. Maar de passie, ja, die is er wel.